Hey, groep 6. Ik geef even een korte instructie bij rekenen, blok 4, les 13. Want wat is het doel van de les? Je leert hoe de stand van een lamp of de zon de richting en de lengte van een schaduw verandert. Nu is het natuurlijk jammer dat het geen zomer is, omdat we weinig zon hebben. Dit is les 13. En voordat je gaat beginnen is het handig, ik weet niet, misschien heb je het al gedaan, om het korte filmpje wat ik heb gemaakt met om de schaduw te laten zien, eerst even bekijken. Als je dat hebt gedaan, dan kan je beginnen bij opdracht 1. Want bij opdracht 1 staat, de zon komt op rond 8 uur. Dus daar schijnt de zon en die schaduw is al gedaan. En dan willen ze dat jij die van 12 uur en 3 uur ook tekent. En als je weet dat dit 8 uur is, dan weet jij ook wat 3 uur is. En als je goed kijkt naar het andere filmpje, dan begrijp jij ook waar 12 uur zit. Dus daar kun je even mee aan de slag en dat leg je dus uit in het andere filmpje. Daarna ga je aan de slag met opdracht 2. Dit is dus vooral een les waar je veel gaat uitproberen met schaduwen. Nou, alles in de opdrachten wordt heel erg verteld uit dat we in de klas zitten en dat we drietallen, tweetallen kunnen maken. Ja, dat gaat helaas niet. Dus probeer zoveel mogelijk thuis wel te doen, maar bijvoorbeeld met iemand die bij jou thuis is. Je maakt een lange strook met papieren die je aan elkaar plakt. En dan ga je op verschillende standen proberen te schijnen. Lees het even goed door en probeer te kijken wat lukt, wat je wel thuis kunt doen daarvan. Daarna ga je naar opdracht 3. Dat is gewoon even een maakoefening. Wat gebeurt er met je schaduw als je het volgende doet? Je loopt naar een lantaarnpaal toe. Je loopt juist weg van een lantaarnpaal. Of je loopt er langs. En dit zou je natuurlijk best een keer 's avonds kunnen uitproberen. En bij de vierde, nou, dan leg je een A4 papiertje neer. En dan ga je eens proberen te dingen uitproberen en tekenen met schaduwen. Daar heb je even een zaklamp voor nodig. En bij die laatste zou je bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, papa, mama, broertje, zusje of iemand die bij jou thuis is, maakt eventjes een schaduwtekening. En dat jij dan moet vertellen waar zij de zaklamp toen hebben gehouden. Dus in plaats dat je dat dan bij een ander groepje doet, kun je ook iemand bij jou thuis vragen om dat even te tekenen. Dus zo moeten we een beetje creatief met de opdrachten omgaan. En ga jij ontdekken wat er allemaal gebeurt met schaduwen. Succes!